Jens, u praat altijd zo mooi. Is dat zo? Ja. Is dat een gewoonte? Dat is een gewoonte, ja. En ja. U wijkt daar nooit van af? Thuis wel, of in de auto als ik met mijn vriend chauffeur over het voetbal praat, dan gebeurt het wel eens dat ik iets Antwerps zeg, ja. En hoe klinkt dat dan uit uw mond? Oh, heel vreemd. U gaat dat niet kunnen appreciëren. Nee. Wat probeer eens? Wat Paul Lembrechts vroeger, die nu basis van de VRT, was een schitterende imitator van Gaston Bergmans. En een van de sketchen van Gaston begon met: zaden en kunnen geloven dat ik er mee zou kunnen schreeuwen. En zo het mijn congé. Komt dat uit uw mond? Nee, dat kwam uit de mond van Paul Lembrechts. Dat kwam uit de mond van Paul Lembrechts. Ja. Kom Geens die Antwerps praat. Ik denk dat dat een primeur is op de radio. Ik weet het niet, maar u hebt er naar gevraagd, u hebt het gezocht. En ik heb het gekregen. U hebt gekregen wat u niet verdiende. Oh! Radio 2. De Rotonde. Over de afslagen van het leven.